Hola amigos, welkom bij een nieuwe Harry Potter aflevering van de Harry Potter en de Halfbloedprins. Ik ben er weer en je ziet, ik ben nu niet bij de locatie waar ik altijd Harry Potter film. Ik zit bij mijn andere huis nu en ik moest alles, maar dan ook alles van de game overnieuw spelen. Pardon? Gaan we een grote bek uitsteken? Oké, maar ik moest dus alles doen, dus ik ben iets van anderhalf uur bezig geweest. Wat niet zo leuk is, we gaan even Henk roepen hoor. Henk! Henk? Henk? Harry! Hufflepuff wacht op je bij het zwerkbalveld. Ja, dat weet ik. Charmante pallag. Oh ja, charmante pallag. Goedemorgen. Tijd voor ontbijt lijkt me. Oh, ik heb zo'n honger. Ja hoor! Oh, oh! Ik gedraag me altijd zo debiel. Normaal doe ik nooit zo hoor. Nee. Nou, dan gaan we weer. Oh jongens. Ja, ik heb alle hoeken en gaten weer gezien. Om dit anderhalf uur weer te spelen. Het is niet meer leuk soms. Maar het moest maar. Ik heb het ervoor over. En ik heb heel lang geen Harry Potter gedaan. Dus ik dacht. Nou joh, ga zelf toch weg. Ja joh. Nou, zijn we bij gekookte kevers. Gekookte kevers. Ah, ze zijn overal. En ik zei een keertje dat daar Hagrid hing. Maar hij lijkt er geen eens op. Maar oké. En wat me opvalt, we gaan helemaal niet naar Hagrid. Dat vind ik wel een beetje jammer, jongens. Maar Hagrid is een hartstikke aardige bink. Vent. Dit hebben jullie allemaal al gezien. Maar ik moest dit nog doen. Hij is... Dan heb jij een nieuwe wachter nodig. Ik heb helemaal niks nodig. Ik was de beste tijdens de try-out, dus dat word ik dan. Zo. Ron was hashtag de beste ego. Bij de hashtag, hashtag. Maar we moeten het met jou doen. Nou. Nou, daar gaan we jongens. Hufflepuff. 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 Ik vind Ravenclaw veel leuker dan Hufflepuff, want Hufflepuff is zo... Ja, die hoort er gewoon niet bij. Ja, die zie je bijna nooit en zo. Nou, nu wel. Zo, mooie cape hoor. Ik heb die ook. Oh. En Hufflepuff. Hey. Zo. Iemand had gereageerd op mijn Harry Potter video dat hij de hele ding wilde zien, de wedstrijd. En dat ik wel in de dinges mocht knippen. In de oefening of zo. Ja, we hebben het stadion verlaten. Dat mogen wij. Wij doen, we zijn berries. Een berries. Oh, een steen. Ga weg. Ja. Hou op, joh. Ja, Hufflepuff. Score maar, joh. Doe maar. Nee. Doe maar lekker, hoor. Doe maar. Ik pak toch de snij en dan winnen we. Nee. Worsteling. Worst. Dat is zo raar. Dat, in dat woord zit het woord borst. Worsteling. Maar het heeft helemaal niks mee te maken. Dus dat vind ik best wel grappig. Ja, prachtig hè. Doe dat maar eens even na. Op je luie reet een beetje door de microfoon te blazen. Oh, ik weet niet wat ik allemaal zeg hoor. I'm so sorry. Arie! Houd je smoel. Ja, neem de leiding. Oh, daar heb je weer een gele mattie hoor. Ja, ik moet door mijn ringen, jij niet. Dat boeit me helemaal niet of jij door je ringen gaat, maar ik moet er doorheen. Oh, ja, een vizier. Ik heb een vizier, jongens. Oh, dit is zo spannend. Oh. Als ik die stem opzet, klinkt het echt gay. En daarom denk iedereen dat ik gay ben. Hey, how about no? Zo, ik heb hem. Bijna. Yeah. Ja, dat had ik net ook. En ik heb hem hoor. Nu heb ik hem. Ja, pak hem. Pak hem. Pak hem dan. Hey. Ik heb de snij, jongens. Het zal weer niet zo zijn. Het enige wat ik altijd moet doen. Geweldig. Goed gedaan. Allemaal. Is de snij van me. Ik zei toch dat ik de beste wachter ben. Hou je smoel. Ron niet meer lang op de ziekenzaal en dan gaat hij weer op doel. Ja. Ja, sorry Stoker. Goed gespeeld, mensen. Mensen, tegen wie praten we?
tegenstoken hem, wemelding. Veel mensen, jongens. Veel mensen. Weer een mooi even dingetje. Mooi kasteeldingetje. Nou, benieuwd wat we nu weer gaan doen. Toverdrank zeker weer. Ik kan me nog eens hoe ik het heb uitgemaakt met Belinda. Begrijp me niet verkeerd. Ik sta te juichen. Ze leek me alleen een beetje humeurig. Herinner je je helemaal niets meer van die avond? Scheid toch uit, Ron. Scheid. Ik kon toch uit, Ron. Ik was vergiftigd. Het was vast een bijwerking. Een bijwerking? Nou, je bent niet de enige die weer beter is. Katja Bell is terug. Ik zag haar in de grote zaal. Nu kunnen we erachter komen wie haar die ketting gaf. Ze kan ons vertellen wie haar vervloekt heeft. Oké. Ga naar huis, Rosa. Ik ben even langs bij Beatrix. Bij Beatrix. Katja Bell terug is. Ze is terug uit Sint-Hollesto. Sint-Hollesto. Oh ja, mini-wapens. Klik, klik. Ze is in de grote zaal, als je haar ziet. Nou, dan gaan we even naar de grote zaal. Even met Katnee praten. Katnee, klokkenbel. Wat? Ja, ze heet Bel als achternaam. Dus, oh. Ja, Henk. Kan niet even komen, hoor. De trap is weg. Ja, maar, hey. Het valt me nog steeds op dat ik dik ben. Ook al lopen we heel veel. Auw. Zei ik niet zo. Hoi. Ja. Ik weet niet waarom hij niet afvalt. Hij is best wel dik. Nou. We zijn er hoor. In de grote zeil. Nou. Ik zie de Katnee staan. Helemaal in de eentje. Ze staat hier gewoon even. Gewoon even chillen in de eentje. Gewoon. Met niemand erbij. Gewoon. Oh nee, ze staat met z'n tweeën. Verhaal. Hoe gaat het, Katja? Wacht even. Ik weet wat je me wilt vragen, maar ik weet niet wie me vervloekte. Ik probeer het me te herinneren. Oh jee, wie staat daar? Lukt niet. Welke imbecil staat daar? Te wachten. Welke imbecil is dit? Ik ga achter je aan hoor, meneer. Ik ren hier naartoe. Tegen de vlakte, flap. Oh, shit. Ga door die poort. Harig. Ik ben hem kwijt. Ging hij hierheen? Ja, hè? Je kunt je niet blijven verstoppen, Malfidus. Opnieuw. Oh, ik zie hem daar rennen. Even opnieuw. Hoe gaat het, Katja? Wacht even. Gaan we dit helemaal weer lezen? Maar het lukt niet. Nou, wat denk je van die jongen, hè? Van die jongen die daar staat? We gaan daar van aanrennen. Ja, ik heb je. Ik heb je bijna. Ik loop achter je reet aan. Wat? Ja. Nu heb je geen schijnbare kans. Toch wel. Want ik val weer. Ja. Je gaat zeker een toverdrank. Of naar je hok. Hé, nee, jongeman. Nou. Wacht maar even hoor. Ja, dat doe ik. Ik hou hem ingedrukt. Ja, ik ben bij hoor. Ik heb je. Ja, we rennen als mallen. Shit. Waar is hij heen? Go. Wow. Vandel. Ja. Yeah. Wat een toetsenbord werkt, zeg. En open. Ja. Yeah. Kepje. Laat me met rust, Potter. Nee. Oh, we gaan even. Oh nee, nu doet hij het bij mij. Gaan we nou de hele tijd zo'n poesje doen? Hé. Hey. Doe ik ook niet. Godzie, ik ben bijna dood. Dat mag niet gebeuren. Hij moet dood. Ja. Oh, gelukkig. Nou ja, dood. Ik zeg altijd dood, maar je gaat helemaal niet dood. Oh. Oh. Blijf met je tengels van me af. Tengels. Ik ben een berg, jongens. Je moet snel naar de ziekenzaal. En jij, Potter, waar heb jij die spreuk geleerd? Stond het in een bibliotheekboek. Leugenaar, verzamel al je schoolboeken. Al je boeken en breng ze vervolgens onmiddellijk naar mij. Dus toen heb ik een boek aan Snape gegeven. En je hebt een onbekende spreuk tegen Draco gebruikt? Ik bedoelde het niet zo. Hij probeerde me te vervloeken en ik heb gewoon... Je moet het boek zien kwijt te raken.
En ik weet precies waar je het kunt verstoppen. Oké. Nee. In de kamer van hoge nood. Oh nee, hoge nood, goed plassen. Is dat de beste plek? Doe je ogen dicht. Zo. Nu kan niemand het vinden. Ik weet het niet. Harry. Ja. Oké, doei. Je haar stinkt. Ik zie niks. Oh, er vliegt een vogel weg. Oké, dit was het voor deze keer bij de Sims... Sims 3. Harry Potter en de Halfbloedprins. Als je dit leuk vond, doe dan een duim omhoog. En als jij dit ook leuk vond, doe je dan nog steeds. En ik zie jou volgende keer weer. Hoop ik. Doei.